Ido, vertel het plan. We gaan gewoon iemand... Het duurt lang, maar het was echt een lange pauze tussen. Nee, ja. We gaan gewoon iemand de locatie eisen en anders hakken we zijn been eraf. Oké, simpel. Dus let's go. Gaat het, meneer? Ja, het gaat heel... Een beetje last van mijn rug. Een klein beetje, maar... Ik help je wel even overeind. Dan kan je vast weer verder. Ja, dankjewel. Hier heb je een paracetamolletje. Daar ga je vast helemaal top van voelen. Dankjewel, meneer. Wil je het slot eraf halen? Er zit geen slot op. Laten we dan weer naar de Brokkenpark toe gaan. Want daar was dus een guy. Alleen, hij had een hele belangrijke afspraak. Dus, ja. Dus we moeten even kijken of iemand... Oh, er zijn genoeg mensen volgens mij. Ik kan alleen niet nergens parkeren. Jawel, gewoon op de stoep. Pas prima. Zo, niks aangeraakt. Perfect. Let's go. Hoi. Hey. Zo, meneer, u heeft een mooie hoed. Ja, dankjewel. Ik doe mijn best. Weet iemand waar je zeg maar van die groene theeplantjes kan plukken? Dat weet iedereen, denk ik. Dat Oh, wel allemaal mee stappen, allemaal erop. Op de auto, in de auto. Oh, let's go. Ja. Wat een herre. Stap waar je in kan stappen. Oké, waar moeten we heen? Moet ik even de navigatie zetten? Ja, zet een navigatie maar. Theeplantjes plukken? Zijn dit er niet veel te veel? I don't know, I don't care man, it's fine. We hebben een gang. Oh! Nou, we hebben een soldaat verloren. Ja, dat maakt niet uit. Oké, zet een navigatie maar. Oké, hoe heet diegene die aan de zijkant van de auto staat? Ik, Zet. Zet, heet je? Ja, het spijt mij enorm, Zet. Oh nee. Jongens, je bent wel heel zielig. Oh, nee. He's gone. Het is wel heel zielig. Ja, maar we moeten niet zoveel mannen hebben, alleen jij mag mee. Oh, ik verhuister even hoor, maar wanneer gaan we zijn been eraf hakken dan? Oh ja, we zouden zijn benen nog afhakken. Meneer achterin. Ja, hallo. Ben jij links of rechtsbenig? Ben ik links, rechts. Niet handig, maar benig. Oh, je bent rechtsbenig, dus heb je het meest nodig. Okay. Oh, oké. Ga ik rennen? Nee. Niet rennen? Nee. Dat wordt wel heel lastig. Heb je wel die zaag achterin gelegd, Max? Nee, ik heb mijn hamer mee, dus het wordt een beetje onderig. Oh, dat komt helemaal goed. Het is wel een mooie auto. Dankjewel. Het is een mooie auto om voor het laatst in... Ik bedoel, een mooie auto om in te rijden, toch? Ga hier zo maar rechts, Max. Dit is mijn villa. Oh, ja, heb je een villa? Is dat echt jouw villa, hier dan? Ja. Oh, dat is mooi. Zeker, dat is een hele mooie, hè? Oh, dit is de villa van Ido. Ja, dat is mijn treinauto die daar staat. Kom jij gezellig mee? Wat een mooie villa heb jij, Ido. Ja, ik heb binnen ook een hele mooie tafel. Nou, dan gaan we daar zitten. Een hele grote tafel. Ja, even een plannetje bedenken. What the hell? Holy crap, dit is huge! What the hell, man? Zo, het is wel echt huge. Wil iemand wat te drinken hebben? Ja hoor. Nee. Wacht, Ido, kan ik even jou spreken? 2 seconden? Ja. Oké, mag jij even hier... Hoe heet je eigenlijk? Ik heb Mees. Ido, ik moet niezen, maar het wilde er niet uit. Heb jij een hamer of zo voor mij? Ja, kan dat kan ik wel regelen. Oké, plus 1 hamer. Ik heb een idee. Volg je mij? Mijn plan? Deze heb je ook nodig. Oké, komt-ie. Ja. Dit is mijn plan. Wat? Oké, let's go. Run. We hebben de locatie. We hebben de locatie. Now we need to go. I need to do a little dance, man. Ido, let's go! We hebben onze locatie van die guy gekregen. We hebben de guys die op de auto stonden hebben we eraf gejoinkt. Nu is het tijd om het plan uit te voeren. Want we hebben locatie. Dat is wat echte drugsdealers doen. Hoi. Wat een poor dude. Wat een poor man. Maar als je mijn video kijkt... Wacht, laat me heel even de ambulance bellen. Dus shout-out naar Mees, jongens. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Heb je de ambulance gebeld? Ja, ik heb gezegd dat er iemand onwel is geworden en dat hij binnen ligt. Onwel, hij heeft echt waarschijnlijk het grootste gat in zijn hoofd ooit. Ja, hij is gevallen. Hij is gevallen. Daar houden we het bij. Maar laat ik even de blinddoek bij jou omdoen, Max. Oké. Nou jongens, we zijn hier bij deze vogel. Dit geeft alles weg. Oké, ik blijf naar beneden. Kijk, Ido, blijf even voor me lopen, dan volg ik jou. Hier zijn plantjes, zie je dat? Deze? Ze staan overal. Nee, echt wietplantjes. Moet je maar even gewoon een rondje lopen en naar de grond kijken. Oh hier, ja, 1 gevonden. Ja, wietplantje gevonden. Ik ga nu oogsten. Maar Ido, jij bent toch politieagent? Of niet? Nee joh. Jawel, jij bent literally een politieagent, altijd. Nee, ja, dat is Ido, dit is Eduard. What? Maar Ido, jij bent politieagent. Ik doe gewoon drugs dealen met politieagent. Hold on. Holy shit. De camera met de wazen van. Oké, ik heb best wel wat wiet getopt.
Ja, ik heb ook wel een paar toppen. Maar wat we dus kunnen doen, is dat we nu gewoon onze eigen prijs gaan bedenken. Alright. En als iemand die niet wil betalen, dus we nemen hem dan natuurlijk weer eerst mee. Ja. Hakken we ook zijn been eraf. Dan hakken we ook zijn been eraf. Nou Max, we hebben heel veel biektoppen geplukt, vind je niet? We hebben er allebei een stuk 40. Hoeveel? Oh, 40! We hebben er allebei 40! Ja, nee, we hebben inderdaad heel veel geplukt, correct. Ja, ik denk dat we gewoon weer een guy op Blokkenpark moeten gaan zoeken en dat we die even gaan verkopen. Oké. Hallo, mag ik vragen wat mijn collega van jullie in de auto moet doen? Ja, stap maar in. Stap maar in. Heel gezellig. Ja. Het komt helemaal goed. Stap maar gewoon gezellig in, joh. Oké, nou. We zijn aangekomen. Oh, is dit uw huis? Ja. Nou, mooi. Mooi stukje land. Ja, dat kunt u wel stellen. Okay. Hey, stap maar uit. Ja, kom maar. Ja, kom maar, oh, kom maar joh. Nou, dan zijn we weer bij het huis. Hier ik vorige keer ook zo. Ja, dan ga je zeker een kopje thee aanbieden. Een kopje thee, hoor. Wie zegt dat? Wat heb je zin in een kopje thee? Nou ja, wat ik net al zei. Ik ben niet zo van de thee. Ja, maar je moet wel echt even proeven, hoor. Max, ik ga wat in zijn thee doen. Lekker, Max, als jij deze meneer alvast naar de kamer brengt, daar zo, ja, de maar, die deur rechts, dan kunnen jullie even zitten. Je bent zo met drinken. Je bent plotseling in een hotel beland. Welkom, je blijft hier 3 nachten. Nee, grapje. Hier is je thee. Nee, doe even je thee. Kijk eens aan. Ah, kijk aan. Heeft u er nog suiker in? Geloof en de thee is nog steeds lekker, meneer. Ja, maar... Ja. Ja? Smaakt hij een beetje? Ja, maar... Ja. Jawel, ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Meneer? Error. Gone. Ja, meneer, hoort u mij? Hoeveel vingers steek ik op? Ja. Meneer, hoeveel vingers steek ik op? Oh, pas op dat hij niet omvalt, man. Oh. Nou, meneer? Max, kunt u me horen, ja? Ik weet niet of wij helemaal goede thee hebben gemaakt. Nou, ik denk dat onze thee niet zo heel lekker is. Maar, wat was het plan? We gaan hem, begint te snurken. Oh. Hou je mond in! Okay. Nou, kom, we gaan even hier, hè, ja, want, laten wij maar even, even deze kamer ernaast. Oh, hier kunnen we hem wel heen brengen, want we hebben een tafel waar we hem op kunnen leggen, even. Heb je hem klaarstaan, tafel? Ja. Oké, hold on, I'm on my way. Nou, hier kunnen we hem opleggen, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Daar komt hij vast wel op. Probeert de twee naast elkaar te zetten, want dat niet zo'n grote tafel. Nee, maar dat is prima, joh. Meneer, we gaan nu even optillen, niet dat u me hoort, maar we gaan je optillen. Ja, kijk, perfect. Daar ligt hij. Top. Maar, wat wil je er nu mee dan? Ja, we zouden toch een been hakken als hij geen locatie zou geven. Hij moet vast zo'n locatie weten. Ik pak wel even een hakbel. Geef me een momentje. Oké. Maar wat is er? We gaan toch niet zomaar zijn been eraf hakken nu? Waar slaat het op? Ja, hij heeft de locatie toch niet gegeven? Of wat? Ja, maar we hebben nog niet gedreigd dat we zijn been eraf zouden hakken. We hebben letterlijk normaal aan hem gevraagd. Oh ja. Meneer! Zo. Meneer! Zo. Ja, welkom terug. Meneer, Hoi. Zo, niet zo schrikken, joh. Rustig aan. Dan gaan we nu even ter zake komen. Was de thee lekker? Was de thee lekker? Ja, een behoorlijk kopje. De deur zit op slot, dus daar kom je niet uit. Ah, nee, kom. Dus, ja. Kijk. Wordt hier jullie thee gemaakt dan? Of, ja. Ja, hier maken wij ons thee. En we maken hier ook piswater. Maar, oké, meneer. Ja. Dus, kon jij ons zeg maar vertellen waar die locatie is? Want, ja, als jij mij niet kan uitleggen, ons niet kan uitleggen, hoe wij nu, zeg maar, die mooie toppen van onze naar meer thee kunnen maken, dan ga ik toch echt je been eraf moeten hakken. Ja, dat is helaas wel een dingetje. Ja, je grapjassen. Ja. Ja, nee, maar waar is de locatie? Volgens mij is die thee nog niet helemaal uitgewerkt, Max. Wat is je favoriete been? Mijn derde. Maar even te zeggen, kom op nou even. Waar kunnen we onze wiet verkopen? Het gaat niet eens meer om de theeblaadjes, waar kunnen we onze wiet verkopen? Hey, jongens, ik ben gewoon directeur van een taxi. Jij man met geld. Ja, precies. Snapt het al. Ja, dat is die wel hoor. Kijk maar. Oh nee. Ido, hij valt. Oh nee. Daar ging hij. Nee, anders koopt hij gewoon onze wiet over. En dan zoekt hij maar uit wat hij ermee doet. Maar, Dat kan ook. Dan zegt hij tegen de politie dat hij allemaal wiet bij zich had. Dat is een beetje lullig voor zijn taxi. Ja, nee, oké. We willen niet dat hij ten onder gaat als taxi. Met zijn taxi. Nee, want hij heeft wel een mooi taxi. En als ik een taxi ooit nodig heb, wil ik nog steeds gewoon een taxi kunnen bellen, dus. Wat nou als ik gewoon dan zijn schoenen uittrek en die helemaal kapot maak? Het zijn vast dure schoenen. Ja, doe maar. Dat zijn vast dure schoenen. Ja, ik pak zijn schoenen wel even. Doe maar. Nou, ik leg het even hierop, hoor. Oh, Edo, zijn schoenen! Edo! Laat zijn schoenen met rust!
Maar meneer, we zijn tot de conclusie gekomen dat jij niet weet waar wij ons wiet kunnen verkopen. Waar is mijn schoen? Ja, die is kapot. Weg. Gone. Jij weet dus echt niet waar we ons wiet kunnen verkopen. Nee, daar hou ik me helemaal niet mee bezig, jongens. Nou, maar als je het niet weet, dan moeten we toch wat. Dan moeten we het aan jou verkopen. Mij verkopen? Ja. Wat moet ik er nou mee dan? Ja, ja, weet ik wel. Mag je zelf beslissen. Ja, maar ik hoef dat niet. We hebben 50 toppen voor. Nee, hoeveel hebben we? 80 toppen voor je. Ja, zoiets. Ja, dan gooi je het toch gewoon weg? Nee, dat gaan we verkopen aan jou. Geld. Ik heb geen geld. Meneer in de rode auto, als je er even vandoor gaat. Oh, hij zit op zijn telefoon, Edo. Hier is er nog een uitweg bij jou, Edo. Nee, maar we moeten eerst even naar binnen dat geld en zo van de meisje. Maar het komt wel goed. Ik heb goede beveiliging hier. We zijn van. Meneer, stap maar uit. Kunnen we dat niet hier fixen? Gewoon in zo'n hokje hier? Ja, dat kan wel. Dat kan wel hier. Gaan we het hokje hier, meneer? Kom maar. Want we zijn geachtervolgd door een man met een rode auto. Dus... Oké. Je geeft alles aan hem. Ik heb hier die wiettoppen voor jou. Doe maar in je broekzak of zo. Ik weet niet waar je het kwijt wil. En Max, als jij nou ook even dat voor jou geeft? Ja, kom hier, meneer. Zo. Nou, leuk dat je dat wilde, zo van ons. En hoezo doe je dat nou? Hé! Hey! Dat is jouw wiet, hè? Je gooit gewoon, weet je hoeveel je daarmee kan als nou ja, je het verkoopt. Weet je, laat hem maar stikken in zijn wiet. We hebben het geld, ik vind het goed zo, toch? Hé, hey, daar fijn zaken te doen met je. Bel maar een taxi, want je bent de directeur, ik zou zeggen. Joejoe! En dan gaan we weer richting de stad. Kijk, want daar is de politie, let op. Oké. Ik ga naar rechts, oké? Ja, denk alsof ik. Alsof niks is. Jesus Christ. Nou, je hebt wat geld. Ja, kan je het overstorten naar me? Heeft hij het toch gedaan? Nee. Jij zei dat we het geld hadden. Nee, ik zei... Oh, nee. Nu hebben we echt geen... Ik denk, jij zei dat hij het geld al had overgemaakt. Daarom zei ik van, kunnen we gaan? Of, maar daarom was ik zo confused. Ik heb letterlijk 7 euro contant bij me. Meer heb ik gewoon niet. Hij moest 50.000 euro aan je geven. Dat had ik voor hem gepind. Oh, man.